Na Racing Genk is het nu in de Jupiler Pro League Challenge de beurt aan de nieuwkomer in eerste klasse en de trots van de Kempen, Westerlo. En zo ziet de ploeg van Westerlo uit op FIFA 23. En buiten ex-rode duivel Nasser Chadli heeft Westerlo alleen maar, en echt alleen maar, zilveren spelers. Zilveren spelers of niet, we gaan proberen vandaag om het record van Racing Genk met 3 overwinningen gewoonweg te verbreken. En Kuip nu al naar Bamba. Pakken ze hiermee de lijn? Dat is belachelijk, dat is belachelijk. Allakee. Naar school. Brolin nu. Amai. Ondanks de achterstand blijft ze de bal rustig volspelen. Nu dan! Kom op. Ik weet niet, deze gast... Ik heb een gevoel dat deze gast nu gaat leven. Ik wist dat zo. 1-1. Hij heeft het moeilijk. Ik ben hem aan het proberen kapot te spelen. En dan weet hij gewoon dat hem lieft. Ah, ik had gewoon die tweede goal moeten maken, hè. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Dat is goed. Een goede bal had. Trent Alexander-Arnold als back. Oh, serious boys. Eerst, hè. Cancelo van de Kempen. Van twee doelpunten, dat los. We waren deze even voor laten zien, want er komt een hele ongevaarlijk moment. Ja. Kylian Mbappé. Ik draai weg, hè. En je laat die bal gewoon liggen. Dat moet toch lukken, deze bal. Natuurlijk is hij op dat paal. Op de fucking paal. Kom op. Paske. Nu shotten! Igor Vetokele. Hahaha, boys. Hahaha, boys. Nasser fucking Chadli. Nasser fucking Chadli. Even met Roberto Carlos en Sergio Ramos lachen. Oh my. Daar kom ik goed weg. Maar was los op de paal. Ah, kut een hoek. Mag niet, hè. Ja, lijnspeler. Oh, jongen, echt wel. Zo'n mensen, ik haat die oprecht, hè. Lijnspelers. Dat is disgusting. Teamgenoot. Ja, en dan is hij er langs. Hopla, alle. Dat is een goed blok. Op het doel. Goal is leeg. Boys, de eerste griddy. De eerste griddy van de dag is er. Why are you gay? Eerste overwinning met Westerlo is binnen. That tastes like promotion. Daar zie je de Vos, dat ben ik. En naast me zit Jurgen. Oh, het is een zweter. Boys, het is een zweter. Het is echt een zweter, dat zie ik nu al. Ik zag liever zijn zus, Daphne. Hij schiet de bal. Dat is zo onnozel, want dat is een onmogelijke hoek. Dat is absoluut een onmogelijke hoek. Maar ik wil eens een free win, jong. Ik wil een free win. Gewoon dat ze zeggen, hier, Rental, alsjeblieft. Maar dat gebeurt gewoon niet, hè. Voor de mooie voetbalmiddag die hier... Nou, met 5 van achter, jongen. Loser, jongen. I'm fucking disgusted, mate. I don't know what to say. Kom op, Akbunar. Akbunar. Alberto start centraal achterin. Naast Rafa Márquez. Moussa Diaby staat op een... Nu verzoek! Hopla, één pas ertussen. We bolat. Moet de voorsprong worden. Boys. Igor Vetokele, ik moet gewoon niet meer zeggen. I said it last time I was on it. He's the best football player in the world. Ah, die stapt verkeerd in. Dat is gewoon. Ah, mijn linkse centraal verdediger stapt verkeerd in. Ja, 4, jongen. 4 met uw Forlan. Joe Cole. Dat is gewoon. Ah. Oké, hij is wel beter, maar dat komt ook gewoon omdat hij fucking goede spelers heeft, hè. Opties aanwezig voor een counter. Oh! En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommel lijkt het wel. Die nam volgens mij een stuk in zijn kloten, hè? Boys, free win! Eerste free win, boys. Kom op. Nice. Maar raken de bal kwijt. Ah, dat is dom. Oké, valt mee. En dan echt waar. Dat is die bullshit dat ik bedoel, hè, maat. Het, zie het. Ha 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 ha!
Shotley, boys. Shotley kan niet lopen. Hij heeft een wandelstok nodig. Maar dribbelen, dat is het plantje. Hè. Dat is het plantje. Dat gaat er niet uit. Hè. Nou, dan gescheten. Zo'n steekpaas. Daar is volgens de kippen bij. Ah, jongen, echt wauw. Oprecht een kutspel. Oprecht een kutspel. Ik ben hem aan het proberen. Altijd zo, justjes niet. En dan gewoon pas, boom, boom, gedaan. Memphis. Aanschotkant voor Memphis. Belachelijk, ja, ik belachelijk. Koppen. Zeker, jongen. Lucas, kom op. Zaid, dank u. Kom, boy, bol het af, broer. Dank u. Oké, boy, stop. 3 overwinningen al. Nog eentje. In onze laatste 2 matchen zou mooi zijn. Dan hebben we ook 4. Dimitri Payet. Verdediging. Tweede bal. Goed, ja, als je geen bal. Daar is de 1-0. Wat een doelpunt. Lekker. Vroeg ook. We zitten echt, wauw, maat. Ben jij de keeper of zet jij een kaarsvrouw? Ja. Dat beter uw vrouw in de goal gezet. Paas. Ja, mooie steekpaas. Ja, kom op, 4-2, boys. 4-2. Kom op, comeback. Zware comeback. En dan Grealish. Hij moet hem maken. Raak. Ah, echt waar. There is no passion. There is no vision. There is no aggression. There is no fucking mindset in this football club. Ja, dus die wil die ook gewoon niet passen, hè. Die wil gewoon niet passen. Die wil gewoon die bal niet passen. Maar de Vetokele maakt een mooie loopactie. Ik zeg pas. Ah, bal kwijt. Beste kijkers thuis. Ik heet u Amai. Officieel van harte wel. Ja, ik denk dat deze gast echt goed is. Ik denk dat deze gast echt gewoon goed is. Virgil van Dijk in het centrum. Allee, jongen, dat is een kei simpele pas. Hoe kunnen we dat nou weer opfokken? Ja. Dat is goal. Dat is gewoon ene pas. Een simpele pas, breedte. Er staat niemand tussen, hè. He has to go, blood. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. Kom op! En zoeken naar een opening. Zoek nog steeds naar een ruimte. Nou, dat zo. Los door mijn benen. Dat was rape. Like, rape. Wordt er gefloten? Nee, het fluitje blijft achterwege. Voordeel, gebaard de arbiter. Offside! Het is weer een doelpunt met zijn hand. Oh man, ik zie niet recht kletsen aan het krijgen, maat. En een mooie kans. Kom op. Kom op! Comeback, boys. Ziet er goed uit hoor, gaat deze avond wat opleveren. Oh, come on! Fucking nice! Deze is echt de shit, boys. Deze is echt de shit. Het gaat die voorzet gezien van Vetokele. Blijft aan de bal. Is dat een doelpunt? Boys. Los in zijn kontje, boys. Zet af, broer. Bol het af. Daddy, chill. Fuck. En hij maakt een doelpunt. Teams. Ze gaan iets proberen. Of zo. Dat is school. In deze fase zou de wedstrijd kunnen beslissen. Nog een paar minuten om die gelijkmaker te scoren. Hij schudt de tegenstander van zich af. Valt dan! Alleen valt alsjeblieft! Nou, dat is kassa. Oh, mannekes. Deze is kut. Ja, 3-7. Is kut. 9-8, hij heeft gewoon... van zijn 9 schoten heeft er gewoon 7 binnengestaan. Na een moeizame Weekend League heb ik met Westerlo maar liefst 3 overwinningen gehad. En daarmee doet Westerlo even goed als topclub Racing Genk. En als je wilt weten hoe de Jupiler Pro League Challenge is geweest met Racing Genk, dan kun je zo hier ergens klikken op de video. En vergeet ook zeker niet te liken en subscriben en in de comments achter te laten met welke Belgische topclub ik moet spelen in de Weekend League.